We gaan nu even testen of dat werkt. Natuurlijk gaat het werken, maar we laten het even gewoon zien aan jullie. Nou, heftig, dames en heren. Hij is er stilgevallen. Kijk eens, en zo ziet dat bij een Move It eruit, dames en heren. Ja, jongens, zulke ritten krijg je niet op de kermis. Dit is pas extreem. Coaster is too fast for him. No free fall is too high for him. No troll ride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the ride specialist. Lieve vrienden, welkom allemaal weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We zijn vandaag in de geel bij de Move It, zoals jullie kunnen zien. We zijn even bij Van Herk op bezoek, eigenaar van de Move It. En we gaan vandaag hier even met hun samen een dagje meemaken wat hun allemaal doen tijdens de coronatijd. Zoals jullie zien zijn ze achter mij de attractie aan het testen. Het waait keihard vandaag, dus ik hoop dat ik een beetje goed verstaanbaar ben. Want ik heb helaas geen deadcat bij me tegen de wind. Dus ik film gewoon zo uit de hand. Maar we gaan even met Van Herkens meelopen en even kijken naar deze prachtige machine. De Move It kennen we natuurlijk allemaal wel. Gebouwd door KMG in Nederland en toen op de kermis gekomen onder de Porter. Toen is hij een aantal keren verkocht, in Frankrijk beland. En daar is hij weggekocht door Van Herk en die reizen nu mee in België. Zoals jullie zien is hij niet helemaal opgebouwd. Dat komt omdat hij in de achtertuin staan. Bij de familie Van Herk. Dus dit is eigenlijk gewoon hun achtertuin. En daar hebben ze even de Move It in gezet. Hij kan wel helemaal opgebouwd worden, maar dat hebben ze niet gedaan. Omdat ze eigenlijk alleen maar willen testen met de machine zelf. Er staan nog een paar meter daarachter. Maar ze willen eigenlijk alleen even aan de hoofdmolen wat dingen veranderen en doen. Zoals jullie zien hebben ze ook al nieuwe verlichting en alles erop gezet. Hier ook, in de draagarmen, er zitten nieuwe motoren op. Onder de vloer zitten nieuwe motoren. Er is echt heel veel veranderd aan deze machine. Zoals hier hebben ze een nieuwe tandwiel ingezet. Nieuwe sleepringen zitten erin. Dit is helemaal vernieuwd hier. Kassen zijn helemaal vernieuwd. Ze gaan nog wel veel doen met het achterwandje hoor, daar niet van. Hier zitten nog ouderwetse turbokappen op. Kijk, nog echte gloeilampen, dames en heren. Zie je dat? Old school. Dit zijn nog zelfs originele lampen van KMG uit toen de tijd. Hij is gebouwd in 1995. Dus moet je nagaan hoe oud deze lampjes zijn. Maar die worden allemaal eraf gehaald en allemaal vernieuwd. Hier hebben ze al een deel weggehaald. En is de bedoeling om hier dadelijk allemaal nieuwe lampen in te stoppen. Zoals deze. En dan ziet het weer heel mooi netjes uit. Ah, ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg mooi. Dit is wel echt een jaren 90 wandje. Gewoon een wand met allemaal lampjes erin. Tegenwoordig heb je alleen nog maar verlichting erop en misschien een lijstje eromheen. Zo'n lichtlijst, hoe ze dat noemen. Dan heb je zeg maar aan de rand heb je dan verlichting. En dat is het dan. Maar ik vind dit wel heel mooi hoor. Als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar Heulenblitz. Dan moet je maar eens kijken naar de Groene Heulen zoals je vroeger. En Stardoll. Van Groene Heulen naar Stardoll. Het was al iets minder aangekleed, maar naar Heulenblitz. Nog een stuk minder. Hebben ze wel gebruik gemaakt van 3D afbeeldingen. Zeg maar een beetje een soort als Escher. Waardoor je meer diepte ziet. Maar het zijn eigenlijk gewoon grote zeilen. En dan was die Groene Heulen was er echt, echt vet. En dat is met deze attracties ook. Die nieuwe attracties die hebben dat allemaal niet meer in de achterwand. Dat zijn gewoon hele vlakke, simpele achterbankjes. Maar ze gaan we gelukkig herstellen zoals het origineel. En dat vind ik wel heel mooi. De laatste keer was bij Strauss thuis. En daar hebben we natuurlijk de schouderbeugeltjes laten zien. Maar de Move It is een hele andere attractie. Maar ik ben benieuwd of het ongeveer hetzelfde is als dan bij de Topspin. Lampjes uittrekken, we staan onder stroom. Nou, dat is allemaal zwakspanning dit, hè? Ja, maar 24 volt dus. Er kan weinig mee gebeuren. Kijk eens, en zo ziet dat bij een Move It eruit, dames en heren. Nou, Tommy die gaat het helemaal uitleggen. Dit is een hydrauliekslang. Ja? Die hoeft druk te zetten voor de cilinder naar beneden te duwen, voor de beugel open te kunnen gaan. Ja, zoals die is al beveiligd over de pomp die in het midden van de ton zit. Ja. Die middenton die geeft eigenlijk een aansturing aan en een druksignaal voor te zeggen ik mag open gaan. Dan heb je hier nog een spoel zitten. Die houdt de terugslagklep toe. Zolang als er geen druk op komt en geen stroom op de spoel is, kan die cilinder nooit niet open gaan hier. Mm-hmm. Dit is een veiligheid voor te zeggen dat die gesloten is of niet gesloten. Dat is eigenlijk een oogcontact. Dat is een sensortje, ja. Ja. En dan heb je hier eigenlijk nog een cilinder vooraan en die heeft ook een spoel met een veiligheid aan. Zolang als die niet aangestuurd is en er is geen druk op het systeem, kan die nog niet open gaan. En die heeft hier allemaal sloten voor alle vier beugels tegelijk. Oh joh. En dan zit hier nog twee contacten hierachter en nog een enkele contact voor te zeggen dat die gesloten is of open is. Kortom, vier beveiligingen. Ja. Hier zie je het nog eens heel goed. Deze cilinder doet dus dit balkje zeg maar in en uit en zie je, dan kan die beugel nooit open, zie je dat? Hier zie je het nog beter, die kan nooit meer open gaan. En dan nog een aansturing vanuit de kassa die een signaal moet aangeven voor de beugels open te laten gaan. En daar zit ook nog een veiligheid op, zolang als die niet beneden is, kan je die beugels niet open laten gaan. Dus als we dus naar beneden gaan, zoals je nu staat in de rustpositie. Dag Peter. Hoi.
Dan is dit een reletje, een verklikkertje. Dus nu staat hij in juiste positie, doordat deze staaf er hier tegenaan steunt. En dan kunnen pas de beugels open. Is dit niet het geval, kunnen de beugels ook niet opengemaakt worden. En dan zit hier nog een sensor. En die is er ook voor, als hij nou niet goed in positie staat, dan kunnen de beugels ook niet open. Eigenlijk hetzelfde als die. Kortom jongens, er zit hier zoveel beveiliging op. Ik kap ermee, ik geloof het wel. Ik denk wel dat het goed zit. Bij Papa Bout had ik alleen dit erin gezet en dan was hij wel klaar geweest. Maar goed, het is geen Papa Bout. Nou, deze beveiliging is de origineel. Dit is Hollandse glorie. Met oranje wimpels. Nee, dit apparaat werkt niet op accu's. We gaan even een noodprocedure doen. Dat wil dus zeggen, mocht de attractie stilvallen tijdens de kermis, dan kun je hem altijd omlaag halen met die twee accu's. Die hebben ze altijd bij zich, zodat de attractie altijd stroom heeft. We gaan nu even testen of dat werkt. Natuurlijk gaat het werken, maar we laten het even gewoon zien aan jullie. En ik denk dat hij hem helemaal op zijn kop zet, want dat is de meest heftige scenario die je kan bedenken. Oké, hij staat dus op zijn kop. Nou, heftig dames en heren, hij is er stilgevallen. Je zou er maar in zitten. Nou, wat gaat er nu dus gebeuren? Wat doe je daar eigenlijk? Ik zet twee kranen om voor de hoofdmotoren. Twee kranen zet hij ook voor de hoofdmotoren. En twee kranen voor de remmen. Zodat die vrij kunnen bewegen. Dan stroom 24 volt. Op de accu's. Pompje moeten laten draaien. En de rem. Oh, kijk, hij gaat nog vrij snel. Nou, de gondel wordt nu in de normale positie gezet, zodat je makkelijk dadelijk kunt uitstappen. En je ziet het, als het stroom aanvalt binnen enkele minuten ben je alweer vrij. Dus eigenlijk helemaal niets aan de hand als de stroom uitvalt. Zoals we net hebben kunnen zien, hij staat nu in goede positie. En dan gaan we nog een knopje indrukken. En dat is deze. Dat is de hoofdschakelaar voor de cilinders vrij te geven voor te laten zakken. Ja. En dan hebben we hier een hendeltje. Hier tussenin zitten. En daar laten we het spul mee zakken. Kijk. Gewoon trekken. En dan zakt hij gewoon helemaal naar beneden. En daarmee laat je de olie uit de cilinders lopen. Ja. En dan als je hem loslaat, staat hij ook weer vast natuurlijk. Ja. Kijk maar, ik zal hem nu loslaten. Oké, ja. En op zijn kop is het natuurlijk de heftigste positie om te gaan zitten. En zo'n positie als deze zit al een stuk beter. Je zit tenminste weer rechtop. Zo zie je maar weer mensen hoe veilig kermis wel weer niet is. Nou, hier is gewoon over nagedacht. Als het misgaat, binnen enkele minuten sta je gewoon weer veilig met beide voetjes op de grond. En we zijn weer veilig geland. U kunt erin en uit stappen voor die volgende rit. Die volgende rit, komt u maar meneer, komt u maar. Die wil niet. Nou ben je beneden, maar je kunt nog niet in en uit stappen. De beugels kunnen gewoon opengemaakt worden? Of wordt zeker, dat lukt allemaal. We hebben nog een extra noodprocedurepomp van 24 volt. Mm-hmm. En met de stekkers en de hydrauliek sluiten we die aan de stoeltje per stoeltje aan. En zo krijgen we die één breed open. Oké, dus dan hoef je alleen maar dat te doen. Simpel systeem. Ja, daar heb je in principe ook geen haast bij verder, want iedereen zit gewoon veilig, niks beneden en de stroom is dan toch uitgevallen. Mensen kunnen toch niet meer genieten van de kermis, dus ja, dan kan je net zo goed even rustig uitstappen. Ja, top systeem jongens, netjes. Voor de doemdenkers zou je zeggen, ja, als die accu's nou kapot zijn, ja, daar hebben ze ook wat op gedacht. Hele lange kabels, die gaan hier naar beneden en hieronder zit zeg maar nog twee accu's. En die twee accu's zijn weer voor het op- en afbouwen. Maar die accu's kun je dus ook gebruiken, mocht hier wat verkeerd mee gaan, om de molen naar beneden te halen. Dus mochten die dan ook nog, weet ik van wat mee zijn, bedenk eens wat, dan kun je altijd die andere twee accu's pakken. Mochten die twee accu's ook niet werken, dan kan je nog van die trailer stroom halen. Want die trailer staat normaal aan deze kant van de zaak. En die kabel is lang genoeg om daar naartoe te trekken. Mocht dat niet werken, dan kun je altijd nog gewoon een vrachtwagentje erbij halen. En mocht dat niet werken, dan pas komt er eens een keer de brandweer. Maar zover komt het natuurlijk nooit. Nou, die zijn best snel met dit soort zaken hoor. Jawel, oké. Ze zeggen binnen een uur, maar dit soort zaken zijn ze wel snel. Dit zijn de karretjes voor de gondels. Ze zien er wat oud uit, dat zijn ze ook. Ze worden helemaal vernieuwd. Maar deze rijden dus onder de gondel. En de gondel rijden dus hier op het rode vlak in het midden. En zo wordt de hele boel ingeklapt. We gaan eens even onder de attractie kijken, is ook wel leuk. Zo, dan kunnen we heel makkelijk onder de attractie komen. En zo zie je dat hij zelfs onder de attractie ook er heel mooi uitziet. Mooi rood kleurtje. Nou, het ziet er allemaal nieuw uit, dat klopt ook, het is ook nieuw. Dat is de draaikans, die is vernieuwd. En dan met een kleine tandwieltje wordt de draaikans aangedreven. Moet je nagaan, dat hele kleine tandwieltje. Van het hele spul aan te drijven. Hieronder zit dus ook een gloednieuwe motor. En die ligt hier. Kijk eens, wat een bakbeest. Dan zie je wat luchttankjes, maar dat heeft feitelijk niks met de attractie te maken als het draait. Alleen met transport. Hier zit luchtvering namelijk in. En dit hele gebeuren
kan ze allemaal opklappen. En die komt dus hier op dit deel van de vrachtwagen te staan. Maar als de kermis het dadelijk een keertje weer draaien, dan zal ik wel een keertje meelopen en de hele bouwproces gewoon een keer vloggen. We laten hem nu zo staan. Dan laten we nog even zien hoe dat ding bestuurd wordt. Dit is de besturingskast. Heel veel knopjes. Dit is allemaal verlichting. Noodstop. Dat is dan als alle beugels dicht zitten. Vrij te geven mag je starten. Alle beugels zitten goed dicht. Voor de beugels aan uitzetten. Dit is voor de motoren. Zoals het erboven ook netjes beschreven staat. Dus voor de armen en dan beneden voor de draaischijf. Stroobouw doet het niet. Want er zit geen stroom aansloten natuurlijk. De brug omhoog en omlaag. De brug, dat is dat blauwe ding naar bovenin. En de pompmetertjes zijn natuurlijk voor alles te laten draaien. Voor de hoofdarm, voor de blauwe brug te laten draaien. Links en rechtsom. Snelheid van de vloer. Ja. Knop aan en uit voor de vloer te laten draaien. Ja. En dit is de snelheid van de gondels. Ah. En dit is linksom, nulstand en rechtsom. Nou, voor het spul echt gaat draaien gaan we nog even de meterkast in. Er zit in de kast natuurlijk ook nog een meterkast. Volgens mij onderin zijn de hoogschakelaren alle twee. Klopt. En dan, zeg het maar Tom. Ja, hoofdschakelaars voor de twee frequentieregelaars. Mm-hmm. De linkse is voor de vloer. Ja. De rechtse is voor de gondels. Zo. Die rechtse hoofdschakelaar, de hele grote, die is voor de rode elektriciteitskast, waar dat alle kleine veiligheden van relletjes stroom krijgen. Mm-hmm. En dan heb je deze hoofdschakelaar. Dit is de hele hoofdschakelaar voor de besturing van de beugels. En hoeveel vol staat hij op? 380 of zo? 380 en ja, met een 0 ook bij. Of 380. Zo. We hebben er lang genoeg over gesproken, dames en heren. De beugels gaan sluiten. We gaan een rondje draaien. Nee. Leuke. Mag even knietje, knietje, knietje. Vol in zijn noten. Ja. Ja, ja, ja. Zo, ik moet even wel echt gaan afvallen, dames en heren. Oh, kan die andere? Ja, kan die niet aan de andere? Ik heb die jas even aangetrokken, heb ik iets meer ruimte, dames en heren. Net zat hij wel heel erg krap. Maar nou zit ik perfecto. Nou, dames en heren, de allereerste rit in 2021. Movie time, daar gaan we. Op naar boven. Zit Tommy, dames en heren, hebben we natuurlijk gezien in Walibi. En hij is hier weer. We gaan schakelen met die motoren, we gaan over de kop. Move it! Lekker hoor! En we blijven op zijn kop. Lekker hoor! Maximaal met je machine, zand door. Ah, jongens, zo voel je toch weer dat je leeft. Heerlijk. Het gaat nu echt helder om de kop heen.
Dat is heftig, ze loopt op zijn kop. Hè. Heerlijk hoor, deze machine. Hoppa, daar gaan we weer. Lekker hoor. Maximaal. Ja jongens, zulke ritten krijg je niet op de kermis. Dit is pas extreem. Ja? Nog een keer op de kop. Hij zit er. Willen jullie nog meer? Tjoegabe! Daar gaan we weer. Maximaal! Ja! Hoppa! Oh. Daar gaan we weer! Op zijn koppie! Hey. Lekker hoor! Het is zo extreem daar aan te leren! Gaat het op Tommy? Zo lang op zijn kop draaien. Dit zullen ze nooit op de kermis doen. Lekker hoor. Dat is heel normaal omdat hij heel lang stilgestaan heeft. Ze hebben de attractie net opgebouwd. Dus er moet allemaal nog een beetje ingelopen worden. Vandaar dat het zo piept. Er kan verder helemaal geen kwaad. Maar ja, ze hebben hem net van transport afgehaald. 2 dagen geleden hebben ze hem opgebouwd. En vandaag gaan ze draaien. En ja, dan heb je dat gewoon. Als dadelijk zeg maar de kermis begint, dan draai je gewoon kermis en kermis en kermis. Dan heb je dat niet. Maar nu is dat wel zo. Maar dat, ja, zoals gezegd, kan geen kwaad verder. Hoppa! En geen last van de regen zo. Ja, genoeg! Zo, dat was een heftig ritje, dames en heren. Dat op zijn kop draaien, dat is heftig. Oh. Nou, we gaan weer veilig landen. En volgens mij zijn we net op tijd geland, dames en heren, want er komt een hele, hele grijze wolk aan. Die wordt wel heel grijs. Ik zie wel mooi de verlichting erop. Nee, goed. Wat vond hij van het ritje? Ja, bloedstollend. Ja. Overal in mijn hoofd. Nou jongens, ik ben er net op tijd uit, want het begint nu te druppelen. Ik zou zeggen, Tommy, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. Geen enkel probleem. En ja, we hopen natuurlijk de Movie weer heel snel te zien op de kermis, dat die coronacrisis voorbij is en dat we weer kunnen genieten sowieso van het kermis aan het algemeen, maar zeker van de Movie. Aanraad ik je als je hem tegenkomt. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken bij deze video. We zien elkaar de volgende keer weer. Het zijn op een pretpark, kermis, Rodebaan, weet ik van waar. We gaan er nog uit met een donderslag. Oh.